In de marge van de AVVN is Suriname met twee landen diplomatieke betrekkingen aangegaan. Het gaat in deze om de landen Kenia en Ierland. De minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polakbigli, geeft aan op welke manier Suriname voordelen aan de relatie met deze landen zal hebben. Vandaag hebben we dus in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties zijn we op diplomatieke betrekkingen aangegaan met twee landen. Die landen zijn één op het Afrikaans continent, één in Europa. Het gaat in deze om Kenia, de Republiek van Kenia en Ierland. Waarbij we dus heel specifiek gericht, we geven het altijd aan in ons buitenlandbeleid, blijven we kijken naar de uitdieping van en uitbreiding van diplomatieke bilaterale partners. Maar meer nog kijken we naar hoe wij samen verder ontwikkeling kunnen brengen voor Suriname. Als ik mag stilstaan bij Kenia, het betreft een Afrikaans land, een land op het Afrikaans continent. Eén met wie we een zekere historische verbondenheid hebben. Eén met wie we een heleboel kunnen doen. We hebben direct gesproken over de mogelijkheid om beurzen voor onze studenten beschikbaar te laten stellen. We hebben gesproken over de mogelijkheden betreffende de samenwerking binnen de ACP. We hebben gesproken over de vestiging van diplomatieke missies. In ieder geval het aanwijzen van diplomaten in elkaars landen. Maar meer nog hebben we ook gesproken over hoe we de relatie met elkaar binnen ACP en EU kunnen verduurzamen middels een bilaterale roadmap. Het is ook belangrijk te zeggen dat Kenia in Afrika een heel bijzondere rol vervult voor wat betreft milieu. En Suriname heeft het op zich genomen om de wereld beter bekend te maken met het grote bos dat we hebben. Niet alleen wij, maar ook andere landen die gerekend kunnen worden. Landen die veel bos hebben. We noemen ze de most forested countries. En die met een lage ontbossingsgraad zitten. En in dat verband hebben we de UNEP in Nairobi. En we zien daarin ook een hele belangrijke rol voor Kenia om op bilateraal niveau ons in staat te stellen om meer financiering te kunnen bemachtigen. Wat betreft Ierland hebben wij zeker ook een hele goede conversatie gehad. Ierland is een land dat bekend staat om haar eigenlijk heel erge status van armoede. Die door eigenlijk alleen landbouw nu een gediversifieerde economie heeft. Maar ook een heel rijk land is. Een klein land die met ons vergeleken kan worden met betrekking tot ontwikkelingsniveau en ontwikkelingsstrategie. En wij denken dat bilateraal wij heel gericht een aantal dingen zullen kunnen doen. We hebben gesproken over onderwijs, heel pragmatisch leren van hun model van onderwijs, maar ook leren van hun bijzondere manier van duurzaam visserij. Dat is een van de sectoren voor Suriname die geïdentificeerd is als het kunnen verbeteren van onze economie, het stabiliseren van onze economie, maar ook diversificeren. Dus we gaan met Ierland heel gericht naar dat gedeelte kijken. Maar ook het aspect van environment, waarbij Ierland financiering beschikbaar stelt voor het niet alleen tegengaan van klimaatverandering, dus mitigatie, maar ook voor landen zoals de onze, die eigenlijk zorg dragen voor een evenwicht in natuur en dat is het hebben van bos. Al met al een heugelijke dag voor Suriname, terwijl de vicepresident bezig is met high-level vergaderingen. Hij praat zo meteen in een heel belangrijk panel over het verder grond en vorm geven aan duurzame ontwikkeling. Daar gaat hij heel kort praten over Surinames ontwikkelingsconcept en hoe wij dat zien gebeuren. Zijn wij als ministerie bezig, het ministerie van Buitenlandse Zaken, om de diplomatieke basis verder te verstevigen. Dus het is een drukke werkweek voor ons, maar daarnaast gezegd ook zeer vruchtbaar.